heren, uw gastheer Guido de Prater. Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Bijzonder hartelijk welkom in deze toch wel hele mooie Brugse stadsschouwburg van ons. Hè. Welkom voor Basiel. Ik vermoed dat jullie daarvoor gekomen zijn. En ik ben altijd een beetje bezorgd ook, want Basiel is een echt West-Vlaams fenomeen. En dan vraag ik mij dikwijls af, zullen ze het allemaal wel verstaan? Want Basiel heeft twee problemen, dames en heren. Hij is West-Vlaming en hij heeft een bijkomend spraakgebrek. Hij is namelijk als kleine jongen een keer met zijn bakkes tegen de muur gelopen en hij spreekt een beetje moeilijk. En weet je wat, als het niet verstaat, vraag het een beetje aan je gebeuren, zou ik zeggen. Dames en heren, graag uw applaus voor mijn assistente Chris. Voilà. En dan kunnen we eraan beginnen. We kunnen beginnen met het verhaal. Ik ben dus op zoek gegaan naar de roots, naar de origine. De origine van onze kleine Basiel. En die kleine Basiel, voilà, dat is al een verwittiging dat ik even moet tonen wie dat is. Voilà, dat is ons klein mannetje. Hij was al met zijn bakjes ergens tegengelopen. En dat zit allemaal bij een scheef in elkaar en zo. En daarmee klapt hij dus een beetje moeilijk. He. Maar het is wel een braaf mannetje. Ik ga niet zeggen dat hij de moeder slimste is. Dat is nu niet echt het geval, maar het is wel een brave jongen. Het is een brave jongen en altijd behulpzaam ook, hoor. Ook ze moeken helpen en zo. Hè. Want het had daar weer zwaar geregend, weken aan een stuk. En in de Westhoek, als het daar regent, dat is ook vaak met overstromingen en zo. En moeder was vrede ongerust. En ze roept hem en ze zegt, Basieltje, ga een keer naar de kelder zien of er geen water in de kelder staat. En Basieltje verdwijnt. En zo na 10 minuten, zo hoort ze niks meer. Zegt hij, wel, Basiel. Hoe zit dat daar? Staat er water in de kelder? Ja, mama. Goh, denkt die moeder. Tju, daar hebben we het alweer zitten, zegt ze. Er staat er veel water, zegt ze moeder. En wat is te zien wat dat je veel vindt, hè? Jawel, hoeveel water staat er? En wat is dat? 2 bakken spa en 1 bak vitel. Of die keer dat het naar zijn moeder gaat. En dan zegt mama, zegt een citroen uit dat potje. Nee, manneke, citroen heeft geen pootjes. Nee. Ah, ja. En mama zei, en een citroen uit dat bakstje? Enfin, nee, zegt ze moeder, een citroen, dat heeft geen bakstje. Ah, en mama zei, en een citroen uit dat flerkstje? Enfin, nee, zegt ze moeder, is dat nu mogelijk, Basiel? Een citroen, dat heeft geen bekje, geen pootjes, geen vleugeltjes, niemendalle. Ach, verdomme, het is toen toch de kanorie dat ik het geperst heb. Ja, als hem dan helemaal alleen thuis was, dan kon het wel eens ook helemaal fout lopen. Hij is alleen thuis, wordt aangebeld, hij gaat open doen. Staat daar voor hem de man van de Nebis. Vroeger kwam al de elektriek, dames en heren, dat kwam allemaal van Nebis. En die hadden ze van die mannen die ze rondstuurden, met een soort uniform. En op de kepi stond er Ebis en die hadden zo van die dikke boeken, registers zeg maar, waarin zij al de meterstanden gingen opschrijven. En dus die man staat en zegt hij, dag manneke, zegt hij, is je papa thuis? Hè? Nee, dat, mijn papa is niet thuis. En is uw moeder thuis? Hè? Nee, dat, mijn mama is niet thuis. Ja, maar dat is niet erg, zegt die man, het is maar van een elektriek. Ah, zegt die meneer, momentje zeg. Hij loopt naar de keuken, doet daar even het licht aan en doet weer uit. En gaat naar dat is in orde, meneer, zei, pees dat we nog genoeg aan voor van de week. Ja, met pastoor zei nonne, het heeft nooit erg goed geboterd door. Nee, hij was eigenlijk al een beetje, voordat hij betwist was, hij eigenlijk al een beetje anticlericaal. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld op een goede dag? In het centrum van Wulveringhem rijdt er een deux chevaux op de markt. En in die deux chevaux zitten 4 kloosterzusters, 4 nonnen. En die zijn precies de weg kwijt. En moeder overste die vooraan zit, die flapt zo. Bij de deux chevaux was dat zo'n venstertje die naar omhoog flapt. Zo. Die flapt daar wel. Ze roept aan een klein manneke, Basieltje, om de weg te vragen. En ze zegt ze, manneke, ken jij de weg naar Zedelgem? Ja, zuster, hè. En wel, zegt hij dan, wilde jij mij een keer zeggen hoe dat ik in Zedelgem kom? Ja, nee, zuster. Die non verontwaardigd zegt, zijn jij niet beschaamd? Weet jij wat, manneke? Als jij mij niet zegt hoe dat ik in Zedelgem kom, dan kom jij niet in de hemel.
en hij niet in zedel gaan. Of die andere keer ook weer met een non. Overvolle bus. De autobus zit helemaal vol. Basieltje zit op een van de stoelen. Die autobus stopt dat klooster, stapt er daar een oude non op. Die wringt zich door al dat volk, ziet dat er geen plaats is en komt naar de stoel waar dat Basieltje zit. En zegt ze, ah wel, moet jij niet recht staan voor een oude kloosterzuster zijn? En hier ben je met plaat afpassen hier. Zie je? En in zijn derde kleuterklas was dat ook een non. Die de, pas op, dat was een goeie zin. Hoe heette die non weer, Kiske? Zuster Filomena. Zuster Filomena. Zuster Filomena gaf het derde kleuterklasje in Wulveringhem. En ieder jaar vertelde zuster Filomena het verhaal, het scheppingsverhaal. En ze deed dat heel kleurrijk. En ze vertelde hoe God de eerste mens boetseerde uit klei. En hoe hij dan daar even ging op ademen. En dat daar recht stond en de eerste mens Adam was geschapen. De eerste mens was gemaakt. En dan de tweede mens, legt ze uit. Onze lieve Heer pakt uit die eerste mens een rib, een soort entrecote. En boetseert daar wat mee. En blaast er ook op. En daar was de tweede mens gemaakt, Eva. En al de kindjes zitten te luisteren met gespitste oortjes. Behalve Basil, die daar van achter zo weer zo was zitten te doen alsof het hem niet interesseerde. Dus de film is dan wel Basil. Interesseert het u misschien niet hoe dat de tweede een mens gemaakt is? Toet goed zeggen. Ik zie aan het wachten hoe dat je gaat vertellen hoe dat een derde gemaakt is. Komt hem in zijn eerste studiejaar. En ze zijn al een tijdje gevorderd. En zo halverwege de tweede trimester zegt de juffrouw, voilà. Jongens en meisjes, of jongens, het waren jongens alleen. Dan zegt de juffrouw. We gaan een keer een oefeningsje maken met het woordje groot. Dus jullie moeten een zinnetje maken. En daarin moet het woord groot voorkomen. Wie gaat er beginnen? Ah, Fena, zeg maar. Fena, op de speelplaats staat een grote boom. Goed, zegt juffrouw. Dat is formidabel, Fena. Zeer goed. Zijn er nog? Andreke, zeg maar. Zegt hij. Mijn papa heeft een grote auto. Dat is goed, zegt juffrouw. Dat is goed. Dat was waarschijnlijk eerder van Antwerpen. En dan, Basieltje steekt ook zijn vinger op. En juffrouw zegt, ja Basieltje, jij mocht dat trouwens aan het bord komen opschrijven. Hier, pak maar een stukje krijt. En Basieltje gaat naar het bord en schrijft in grote letters. Basieltje heeft een grote Piet. Consternatie alom. De juffrouw in alle staten maakt van haar oren. Ze zijn nu beschaamd altijd met uw vuile parlé. Allee, naar uw plaats. Dat kun je niet meer zien. Daarbij, daar zal het niet bij blijven, hè, manneke. Kom maar om 4 uur een keer langs, hè. Basiel gaat naar zijn plaats van achter in de klas bij zijn vrienden. Nou, wat dat een beetje reclame mogelijk doet, hè. Ja. En pas op. Sport en zwemmen, dat was ook niet aan hem besteed, hoor. Want ze gingen dus iedere week gaan zwemmen met de autobus naar het zwembad van Veurne. En dat was altijd tegen zijn goesting. Dus ze kwamen nog maar in dat zwembad. En Basieltje duwde een van zijn klaskameraadjes, pardoes, met kleren al in het water. Die kleine schreeuwt het dak van het kot. Help, help, ik ga verdrinken en ze hebben me hier in het water gespeeld. En Basieltje, dan kan ik niet zwemmen. En Basieltje zegt, kan ik ook niet zwemmen, hè? Maar maak ik er nog een spel van, hè? Trouwens, die keer dat hij om 1 uur thuis komt, van school. En zijn vader zegt, wel, van waar kom je? En hij zegt, van school. Ja, zegt hem, dat zal wel, maar hoe komt het dat je hier om 1 uur al bent? En wij zeggen, misschien gewoon zwemmen. Ja, maar en dan zegt zijn papa, dat is toch nog geen reden dat je hier al om 1 uur en poet bent. De meesten hebben naar rust gezongen. Allee, zegt zijn vader, wat is er nu weer gebeurd? En wij zeggen, ik heb in het zwembad geplast. Hij zegt die vader, ja. Zo erg is dat nu toch ook weer niet, dat hem daarvoor naar huis stuurde, in godsnaam, was dat nu zo? Ja, maar ja, het was wel van de dukplanken van 17. Komt hem in zijn derde studiejaar, eerste schooldag.
komt daar zijn dorpsgenootje Louietje naar hem. En Louietje had ook een beetje een spraakgebrek. Louietje stotterde een beetje. En Louietje gaat naar Basieltje zeggen, zei, Basiel zei, scholen voor de, stotteraars zijn. Waar is dat? En Basiel zei, Hunter, aan de overkant zijn. Maar pees ik niet dat je hier dan naartoe moet, weet. Zeg, Louietje, en waarom pees je dat? Ik dacht je dat toch al goed zijn? Zijn beste kameraad. Kameraad voor zijn leven trouwens, want ze zijn vrienden gebleven, zeg maar, voor het leven. Dat was Hector. Voilà, Hector, dat is hier Hectorke. Voilà, dat is zijn vriendje. Hectorke met zijn debardurke, ja. Ja. Zijn beste kameraad, dag in dag uit, altijd samen geweest. Ik zeg het, tot het einde van der dagen zijn dat kameraden geworden en gebleven. En op een goede dag, komt Basieltje in school binnen. En hij gaat naar zijn vriendje, Hector, zei, hij geen broertje dat doof is? Nee, zegt Hector, ik heb geen broertje dat doof is. En hij geen zusje dat doof is? Nee, zegt Hector, ik heb geen zusje dat doof is. En hij toen geen neventje dat doof is? Nee, zegt Hector, waarom moet ik nu per se iemand in mijn familie hebben die doof is? En wat zei hij? Ik heb een kapot radiootje dat ik zo wel een cadeau doe. Ja. En Hector is op weg naar huis. Komt aan een barreel. En hij ziet daar hoe dat zijn vriend Basieltje aan het proberen is om op die barreel te klimmen. Maar te vergeefs natuurlijk. En zegt Hector, wel zeg, wat zeg jij aan het doen? En wat zei, de meester had toch gezegd dat we de barreel moesten meten? Ja, zegt Hector, maar waarom wacht je niet tot dat een plat legt? Ja, maar het is de breedte niet, het is dood dat we moeten kennen. En ieder jaar was er ook de voetbalmatch van de streek, zeg maar de derby van de streek. En dat was dan Wulveringhem en die speelden tegen, wie was dat weer? SK Watou. SK Watou. Watou ligt daar net naast, ja. SK Watou. En dat was de match van het jaar en de twee dorpen waren daar massaal aanwezig. Een grote ambiance. Uiteraard ook Hector en Basiel. Maar Hector is iets te laat. Dus wel een match is al zo'n kwartuurtje bezig. En Hector komt toe en hij zoekt zijn vriend Basiel. En hij vindt hem uiteindelijk en hij gaat er naartoe en zegt, hoe is dat hier? Ah, hoe is dat? Al 2-0. Allee, zegt Hector. En wie heeft er de goals gemaakt? Ah, dat weet je niet, zeg. Ze stonden er al op toegekomen. We zijn ook een keer op schoolreis geweest, een paar keren trouwens. Datzelfde vierde studiejaar. Dan gaan ze met de klas naar de fameuze tentoonstelling Egyptische kunst in Brussel. Dat is in het Paleis voor Schone Kunsten. En dan worden ze dan rondgeleid, hè, al die antieke stukken. Natuurlijk, dat steekt dan rap tegen voor Basieltje. Die loopt zo wat rond, een beetje opzij, tegen zijn goesting. Loopt hem daar toch wel een van die antieke vazen omver, zeker. In 1000 scherven op de grond. Die meester krijgt alle kleuren van de regenboog. Hij gaat er naartoe. Zeg maar Basieltje, zeg. Hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk? Besefte jij dat? Je hebt hier een vaas omvergelopen, gebroken. Dat is een vaas, oh, ze is misschien wel 3.000, 4.000 jaar oud. Ha, allee, chance zijn. Ik zat er omheen dat het nieuw was. Oh. De keer dat ze naar, Kadzand gegaan zijn. Ja, en in Kadzand, dat weten wij hier al lang. Dat bestaat al heel lang een nudistenkamp eigenlijk, een naturistenkamp. Maar dat is helemaal omzoomd, zeg maar, met hoge muren en poorten. En terwijl de meester aan het uitleg geven is over de vogeltjes en de bloemetjes, zijn Hectorke en Basieltje alweer ergens een beetje verdwaald. Ze komen toch wel aan de poort van dat kamp, van dat nudistenkamp. En daar staan in grote letters
een naturistenkamp, verboden ingang. Maar is dat acteur, wat is dat hier eigenlijk? Zegt de acteur dat ik het ook niet weet, zegt hem. Ik ben ook curieus. Zegt, weet je wat? Sta ik in voetje, ga ik hier kijken over de poort. Nou, weet je wat, toch hier voetje, ga kijken. Ja. En Hector staat voetje, zoals dat heet. Basiel kruipt daarop, kijkt over dat ding en Hector roept, en? Wat kun je zien? Allee, zijn allemaal meisjes daar. Ze zijn allemaal in hun bloten zijn. Alleen zegt Hector, dat zijn mannen of vrouwen. Dat kan het niet zien zijn, ze zijn geen kleren aan zijn. Ze zijn ook bij de scouts geweest. Bij de scouts, ja. Ze waren een op stap, Basieltje met twee van zijn vriendjes waren op tocht. En ze doen autostops, staan te liften. Het was een prachtige zomerdag. Stopt er daar zo'n cabriolet met open dak. Met aan het stuur een knappe vrouw, maar een knappe vrouw. Oh, een beeld van een vrouw. Bien bronzé, blond, de diepe decolleté, kort rokje. Bon chic, bon genre, enfin, het was in orde, het was in orde. En Basieltje ziet dat, hij doet de deur open, steekt zijn twee kameraadjes van achter in die auto en gaat nevens die vrouw gaan zitten. Zijn ogen vallen al bijna uit zijn kast tot die deur toe en die vrouw vertrekt en Basiel zit daar naar te kijken, zo. Ah, vol bewondering naar die knappe vrouw. En die vrouw begint dat te merken en na een tijdje om zo een beetje het gesprek op gang te brengen, zegt ze, hé mannetjes, trekkers zeker? Ja. En Basiel zegt, ja, zie er wel eens aan, maar ik poep nog een beetje daar. Guido, niveau, ik weet het, Maar kan ik toch maar vertellen, ja. Gelijk of dat is, hè. Pas ja. Op, kan ik er ook niks aan doen. Hè. Komt hem in zijn achtste studiejaar, want vroeger was dat zo, dames en heren, dat er in de, op de buiten, zeg maar, was er een vierde graad. En voor veel jongens was dat het laatste wat dat ze studeerden, dat was zo'n zevende en een achtste studiejaar. En uiteraard onze Basiel en zo en onze Hector, dat waren ook al geen van de slimste, die doen die vierde graad in het achtste studiejaar. En op de laatste dag van dat achtste studiejaar roept de schoolmeester zijn jongens bijeen en laat ze allemaal rond hem komen zitten en zegt, voilà jongens, het is de laatste dag dat je nog naar school gaat. Het leven begint. Ben ik benieuwd wat dat je zou willen worden in het leven. Vertel me een keer wat dat je zou willen worden. Allee, zegt hem. Rogeetje, wat zou jij willen worden? En Rogeetje zegt, voilà, zegt, het is het volgende, zegt hem. Mijn papa en mijn mama die hebben een groentewinkel op de markt, zegt hem. En ze hebben gevraagd of ik daar goesting voor heb om dat voor te doen. Ik denk dat ik dat ga voortdoen. Ik denk dat ik dat graag ga doen. Dat is goed, zegt hem. Het is hard werken, je kunt er goed je brood mee verdienen, maar het is een goed beroep. Dat is in orde, zegt hem. En daar, zegt hem. Hendrik, wat gaat het bij jou worden? En zegt Hendrik, ja, mijn papa is bij de Rijkswacht, zegt hem. En ik zou dat eigenlijk ook wel willen worden? Dat wel, zegt de meester, dat is goed, jongen. Onze lieve neer moest een aantal hebben. En dat is trouwens geen gemakkelijke job. Doe dat maar. En dat is hard werken ook, hoor. Je moet dat ook niet onderschatten. Dat zegt hem. Basieltje. Basiel, wat zou jij willen worden? Schilder, facteur of gynaecoloog? Zegt de meester. Wat blieft, zegt hem. Zeg dat nog een keer. Voilà, schilder. Facteur of een gynaecoloog? Ja, maar zegt de meester, dat zijn wel drie verschillende dingen, hè. Wat zouden dan nog het liefst van de drie doen? Dat is ongeluk, zeg. Als het nog met blote madame zijn, zeg. Ja, maar en voor de ouderdom, daar had hij respect voor, hè. Want als scouts ook, hij moest alle dagen zijn goede daad doen. En hij had inderdaad aan een druk kruispunt zo'n oude vent, een heel oude meneerke, had hij geholpen om over te steken. En als hij aan de overkant was, zegt hij, meneer, mag ik je nu een keer wat vragen? Natuurlijk, manneke, zegt hij, een oude mens, natuurlijk. Dat meneer, hoe oud zie je eigenlijk? En hij zegt, ja, oud hoor, manneke, zegt hij, ik ben 97 jaar. Ho. Maar zo goed, maar meneer toch, zei. En meneer, en hoe heb je dat gedaan voor zo goed te worden? Ah, ja, manneke, zegt hem, verstandig zijn, zegt hem. Niet te veel eten, niet te veel drinken, op tijd gaan slapen, zegt hem, op tijd opstaan, regelmatig leven, niet naar de vrouwen kijken, maar zei, maar meneer, zei, is dat toch wel de moeite voor zo goed te worden? En zo groeit hem op. En zo komt hem in zijn puberteitsjaren, zijn publiciteitsjaren. Voilà.
Zo zag hij eruit als hij zo'n jaar of 15, 16 werd. Zo. Ja, een beetje James Dean type zo, hè, met wat klein beetje acne, wat puistjes en zo. Hè. Ja, ja. Veel gesten ook, hè, eigen aan de leeftijd. Gaat hem naar de apotheker. Komt binnen in de apotheker. Nee, de apotheker zei, nee, voor de doos tampak zijn. Zegt de apotheker, wat lief, wat moet ik hebben? Nee, nee. Doos tampak zijn. Hij zegt in de apotheker, Basiel, een doos tampak, wat zei jij daarmee? Daar kun jij toch niks mee doen? Goed doet zijn. Kan je de gazette gelezen en je kunt zwemmen, daas en paard erin zijn. Kan je geen van de drie zijn. Dat was ook de tijd van de vakantiejobs. Ze zijn in de leeftijd zo dat ze vakantiejobs hebben er zo bijvoorbeeld een mogen doen op Dikkebus Vijver. Dat is een prachtige vijver daar in Ieper. En ze mochten de bootjes verhuren. En dat deed hem graag, hè, want dan mochten hem door de microfoon afroepen, want ze moesten zo op een boekje bijhouden hoe laat dat bootje vertrok. En dan mochten hem afroepen, hè, en dat deed hem graag. Ze van, aandacht, aandacht. Bootje nummer 2, bootje nummer 2, binnenvaren, binnenvaren. Dat was formidabel, hè. Aandacht, aandacht. Bootje nummer 5, bootje nummer 5, binnenvaren, binnenvaren. Formidabel, hè. Hij kijkt zo buiten en zegt dat. Aandacht, aandacht. Bootje nummer 9, bootje nummer 9, binnenvaren, binnenvaren. En Hector hoort dat, dan gaat er naartoe, zegt hem, zeg onnozele, bootje nummer 9, we hebben maar 6 bootjes. En Basiel kijkt, dus de micro aan. Bootje nummer 6, probleempje had, zeg ik. Ja. Ja, wat doen jonge gasten? Wat doen jonge gasten als ze een beetje drinkgeld verdiend hebben? Ze kopen dan natuurlijk een brommer mee. Basiel ook. Basiel had een occasiebrommer gekocht. Ja. Maar dat was geen te goeie, want hij had er nog maar een dag en hij moest hem al vooruit duwen. En Hector ziet hem komen en hij lacht er zo aan mee en zegt, ah, wel Basiel, wat is dat? Dat is een brommer. Ja, ik zie dat ook, zegt hem, maar een goeie is het niet geloof ik. En zegt, het is mijn eerste lief. Ik loop er meer liefs dan ik er heb. Trouwens, op een goede dag komt hij het dorp binnengereden op een nagelnieuwe damesfiets. En Hector ziet hem komen en zegt, wat is dat jongen, wat is dat, een damesfiets, zo'n nagelnieuwe damesfiets, van waar haalde je dat? En wat is het volgende dan? Kom ik het weg naar hier dan, voor een pintje te pakken, dan kom daar juist aan de draai dan, dan. Komt er dan met haar velo een boerendochter of zo. Hij ze stopt ze. Hij ze zet ze in de velo door. Hij ze begint ze te klappen met mij. Hij ze begint ze jollen van die lieve woordjes tegen mij te zeggen. En op een goed moment, zei, ze doet ze je bloes op. En ze doet ze je bloes op. En op een bepaald moment, zei, ze doet ze je kleren op. En ze zei, je moet pakken dat je wil. Dan kan ik die velo oppakken. En dan heeft hij een paar leercontracten, gelukkig, hè, voor die jongens die het wat moeilijk hadden bestaan er en bestonden er toen ook al wat leercontracten. En hij heeft zo onder meer een leercontract gehad in de horeca, ja, in het restaurant. En hij staat daarop zijn, daar zit een man in dat restaurant en die roept hem, zegt, kom een keer hier. Hij zegt, wat is dat? En wat is dat? Dat is, lekker of dat je gevraagd hebt, zijn een eendepaté. Dat is, zegt die man, eendepaté, dat bestaat niet, zegt hij. Ik heb daarvan geproefd, zegt hij. Daar zit geen gram eendepaté in. En toen zei hij, in een konijnenhaapje zit er toch ook geen konijnenvlees. Ja, ja. Heeft dat nog een leercontract bij de bouw gekregen. En zijn moeder was daar vreemd content mee, want ze dacht, dat is het. He, dat was een boerhofste bij hem thuis, altijd in open lucht. En ze dacht, dat is waarschijnlijk een stil voor mijn jongen.
In open lucht, hè, een beetje brutwerk, dat zal hem graag doen. Hij zat zo als een tupperwaredoosje klaargedaan met boterhammetjes in zilverpapier en nog een appelje erbij en een thermosje met wat koffie en zo. En zei alleen, manneke, zegt ze, gebruik nu toch een keer uw verstand, zegt ze. Ga naar die bouwwerf, doe uw best, want ik denk dat je dat toch moet kunnen en dat dat toch wel zou moeten lukken. Dat heet is toe. En Basiel vertrekt. Nog geen uur later is ze er al terug. Moeder in paniek, die zegt, manneke, toch, hoe is dat nu toch mogelijk? Wat is er nu weer gebeurd? Wat is er nu weer verkeerd gegaan? Ja, ja, mis uit niet eens, hè. Kom ik door aan, hè. Zou er een groot plakkaat zijn, verboden op de werf te komen? Dan zeg ik, maar weer gekomen. Enfin, dat is dan toch nog goed gekomen, want mama is dan toch met hem meegegaan. Ze heeft dat daar dan uitgelegd, ja, en hij mocht dan toch blijven om te werken. En wat gebeurt er nu? In de loop van de namiddag ziet die werfleider Basiel rondlopen. En die loopt rond met zijn kruiwagen, maar omgekeerd. Ondersteboven sleept hij achter die kruiwagen achter hem aan. En die werfleider roept hem en zegt, wel, wat is dat hier? Wat stikt er uit? Waarom draaide je dat niet om? Ze wist dat, nou kan mama drooien niet. Ze smitten er zand en steen in. Voilà, zo wordt onze Basiel volwassen, voor zover hij dat ooit geworden is. En hoe ziet hem er vandaag uit? We gaan even kijken. Voilà, dat is onze Basiel, onze volwassen Basiel. Ja, de man van 12 stillen en 13 ongelukken. Goed voorzien van een reservoir. Voor wat anders te doen dan te werken natuurlijk. Maar enfin, het is de tijd ook van de 12 stillen en de 13 ongelukken. En Eén ervan was dat er heel even parkwachter geweest is. Ja, in Oostende. Het is dan een groot park in Oostende. Met een grote vijver ook. Er is parkwachter. En op een goede dag hoort hij zo wat lawaai aan het water. En hij loopt daar naartoe. Daar staat volk rond. En daar ligt in het midden van die vijver. Ligt er daar een. Help, help. Ik kan niet zwemmen. Help, help. En Basiel roept terug. Zei, je hebt chance, zei. Maar je mag hier niet zwemmen. Ja. Ik heb zelfs een paar examens. Ik had een paar examens deelgenomen, ja. Een paar examens. Eén daarvan was voor treinwachter. En hij komt voor de jury. En die jury die stelt zo wat vragen. En er is één van die juryleden die zegt, voilà, beeld u even in, meneer, dat u van wacht bent in het station hier. En u krijgt een bericht van Brussel dat twee treinen uw station naderen. Maar die zitten alle twee op hetzelfde spoor. Wat ga je doen? Maar hij zei, ja, wat ga ik doen, zei. En wat, weet je wat, zei, ik ga hier in dat kot hier met die luchtjes, zei. Weet je wat, dan gok ik maar aan dat er een van die twee, of dat alle twee, heb rood gewoon, die lucht, nee, zei, dan stopt niet. Goed, zegt hij, als je dat. Goed. Maar zegt hem, veronderstel nu een keer even dat dat niet werkt, wat ga je dan doen? Ja, zeg maar, wat ga ik dan doen? En wat, zei, weet je wat, ik ga toen naar dat kot gaan, waar ze de wessels bedienen, zei. En gok ik een van die twee wessels, gok ik toen veranderen zijn, zodanig dat die trein in mijn andere spoor komt, hè, en dan zijn even smakken, hoor. Dat is goed, zegt u. Dat is goed. Maar, zegt u, nog eens uw lid, veronderstel dat dat ook niet werkt, wat gaat het dan doen? Dat is goed, weet je wat is, hè, gok ik toen zo'n ijzeren staven pakken, dan gok ik daar zaven naartoe gaan, dan gok ik dat proberen met tantiewessel te verzetten. Nee, ja, dat is formidabel, zegt hij. Ja, dat is goed, zegt als jullie het. Maar is dat nog niet, maar zeg, veronderstel ik dat vastgevroren is, wat gaat het dan doen? Het begint echt wel op Basiel zijn zenuwen te werken. Dan, weet je wat is, hè, ik ga toen mijn broer roepen. De juryleden bekijken elkaar, zegt het dat ook. Uw broer zegt, waarom ga je uw broer roepen? De DSI had een treinaccident. Ja. Dames en heren. We gaan nog afronden dat eerste deel met een paar. Het is zo namelijk dat van deze show in de voorbije, zeg maar, 300 optredens. Guido. Ja. 30. Ja, ik wist dat met een 3 was. En dus in die voorbije optredens, wat we echt gedaan hebben, wat Chris gedaan heeft, dat is een soort enquête. We hebben een tijd lang mensen briefjes laten invullen, waarop men de voorkeur mocht laten blijken van de top 5, zeg maar, van de
de verhaaltjes die men een keer opnieuw zou willen horen. En die top 5 is een heuse top 5. Dat heeft Chris berekend en opgemaakt. En daarom ga ik er al nu al een paar vertellen voordat we naar de pauze gaan. Wat stond er op nummer 5? De premier. De premier, de premier. Ja, dat is dat verhaal. Puttige winter. Het heeft geijzeld, het heeft gevroren. Het ligt spekglad en Basile is op stap. En Basile Pardoes valt toch wel onderuit, achterover op zijn achterwerk zeker. Net op dat moment stopt er zo'n grote limousine met een chauffeur. Stapt er daaruit een mens die heel voorzichtig naar Basile gaat. En die helpt Basile recht. En Basile die begint zich zo wat af te vegen, zo langs alle kanten. En hij beziet hier en zegt, hij zegt, maar god, van deze kan ik ook doen, is dat? Van televisie is dat? Is hij met twee tandjes daar? Is hij... Van Verhofstadt, hé, zeg. Ja, zeg Verhofstadt, ja, ik ben premier Verhofstadt. Ja, ja. Allee, zeg, maar nu dat formidabel, hè. Dat je me nou zo haapt hier voor achter te staan. Ja, maar zegt Verhofstadt, we zijn ervoor, hè. We zijn er om de mensen te helpen, hè, jongen. Dat is zo, wij doen dat. Zegt hem zomaar, mensen helpen. Maar zegt hij, apropos, zegt Verhofstadt, mag ik nu een keer iets vragen? Ja, maar ja, zeg, vraag je maar, zeg. En wel, zegt hem, volgend jaar verkiezingen, zegt. Zou jij willen stemmen voor mij? En Basile bekijkt me, ah nee, zeg, dat is niet always. Hè. Verhofstadt verschiet wel even, want het is niet gewoon de meesten zeggen van ja, maar is er een die van nee zegt. En ja, een beetje gepikeerd zegt Verhofstadt dat wel, zegt hem. Waarom kun jij nu niet stemmen voor mij? Wat is daar nu moeilijk aan? En ja, dus de keer hier zei, het is uit mijn hattak gevonden, ze niet uit mijn hoofd. En dan op nummer 4, wat stond er op nummer 4? De tramhalte. Ah, de tramhalte, ja. Dat zijn de Gentse feesten geweest. En Hector en Basile die zijn dus naar de Gentse feesten geweest. En de laatste dag is de dag van de lege portemonnees. En dat wil zeggen dat je voor veel goedkoper veel meer kunt drinken. En natuurlijk, onze vrienden Hector en Basile die gaan daar naartoe en die zuipen zich te pletter. En zo tegen 's nachts, zo, het holst van de nacht, tegen de 3:30, 4:00, belanden ze op de Korenmarkt. Zo zat als 20 Zwitsers. En ze staan daar aan die fameuze tramhalte die jullie wellicht ook kennen op de Korenmarkt. En zegt Basile, ah, oh, momentje Hector, het is door naar Zenta. Oh, dat kan je vragen. Meneer Nazent, dat had zo lelijk moeten zijn. Tram nummer 3, is tram nummer 3 al weg? De Nazent bekijkt dat meneer, zegt. Het is 3:30 van de nacht. Tram 3 is al lang weg. Oh, merci, dat komt. Dag aan mijn mocht. Hector, tram nummer 3 is weg. Oh, gewoon nog een keer. Gewoon nog een keer. Zeg nu, meneer Nagentje, mag nog een keer van vragen. Tram nummer 7. Tram nummer 7 nog wat? Meneer, ik heb al gezegd dat het 3:30 van de nacht is. En tram nummer 7 is uit al lang weer. Oh, excuseer, ja, dat kon eerst een keer zijn aan mijn mocht. Ik dacht, tram nummer 7 is weg. Maar, gewoon nog één keer. Meneer, nou zijn ze nog één vraag. Ja. Tram nummer hier. En tram nummer hier. Begint op de stuipen van die agent te werken. Die zegt, meneer, zegt. Ik heb er al gezegd, al de trams zijn al weg. Tram 4 is weg. De 7e, 9e, 2e, 3e, al de trams zijn weg. Het verstoren, weg. Oh, merci. Het is in orde, zeg. Je is weg. We kunnen oversteken. Voilà, dames en heren. Dat was ons eerste deel. Als je de 3, de 2 en de 1 nog wilt vernemen, dan moet je straks terugkeren voor het tweede deel. Tot zo dadelijk. Dag.
voilà, ze hebben het stof afgedaan terug. We kunnen er weer aan beginnen, dames en heren. Ik zie dat je voltallig bent. Ik heb ze wat zitten tellen. Het zijn er 3 meer dan in het eerste deel. Hollanders die voor niks binnengeslopen zijn, zeker. Ja, ze zijn ook welkom vanavond hier voor ons tweede deel van ons verhaal. Waar waren we gebleven? Bij onze Basiel. Ah ja, dat hem dus 12 stillen, 13 ongelukken. Meer op café zitten dan wat anders. En hij werd pas gevaarlijk als hij echt pinten gedronken had en dan nog met zijn auto op stap ging. Hè. Die keer, hij komt van achter de hoek, zwiert in volle vaart de hoek om in het achterste van een rijkswachtcombi. Boom, klang, jing, groot accident, ijzer, glas, hè, wat weet ik allemaal. Hij zit even versuft achter zijn stuur. Die twee rijkswachters zijn uit die combi gesprongen, lopen naar van achter en hij ziet ze komen en zegt, ah, godverdomme, zeg, hij ziet er hier wel rabbi van deze. Trouwens, van autorijden gesproken, de vrouw van Basiel, Flavie, die... Ik heb Flavie nog niet voorgesteld. Flavie, dat is de vrouw van Basiel. En ik heb daar ook een afbeelding van. Omdat je dat beter zou kunnen voorstellen. Pas op, vriendelijk meisje. Ja. Dat is Flavie. Struis. 2 keer zo groot zo ongeveer als Basiel. Zowel in de breedte, in de lengte als in de diepte. En dat is ons Flavie. Ons Flavie, ja. Pas op, mens heeft ook wat tegengekomen. Ik moet het u niet zeggen. En ons Flavie... Want Flavie, die wou ook per auto leren rijden. En zij had al haar theoretisch examen met succes doorstaan. Maar de praktische proef, dat was al de 4e of de 5e keer mislukt. Vertrekt ze die ochtend weer. Voor de 6e keer. Een paar uur later is ze daar terug. Met zo'n gezicht, of met dat gezicht. En Basiel ziet daar binnenkomen en zegt, nou, waar zijn we wat geweest? Zeg maar, ja, zegt ze. Het is weer niet gelukt, hè. Allee, stom, vrom en sa, wat is het nu weer? Wat is er nu weer mislukt? Wel, ja, ik weet het ook niet, zegt ze. Ik kom daar met die begeleider aan een rond punt, zegt ze. Het staat daar zo'n bordje. En in dat bordje staat er 30, zegt ze. Ik heb 30 keer daar rondgereden. Waarop dat was, je zei, oh, je stom vrouw meis. Ja, je weer met staal dan zeker zijn. Trouwens, de eerste ontmoeting van die twee was echt wel een heel romantisch verhaal, hoor. Dat was nog in Wulveringen. En in Wulveringen hebben ze in september, zoals zo vele dorpen in Vlaanderen, kermis, septemberkermis. En dat was nog in de goede oude tijd dat er op het Marktplein... een grote danstent stond. Met een orkest, een echt orkest. Met een dansvloer. Met aan de ene kant een toog. Met allemaal boerenjongens. En aan de overkant allemaal van die plooitafel, die stoeljes. Met allemaal boerenmeisjes. En als het orkest begon te spelen, dan liepen al de boerenjongens van de toog naar de overkant om het boerenmeisje van hun dromen uit te nodigen ten dans. Basiel ook. Basiel was daar ook bij. Was natuurlijk een van de laatste om aan de overkant te geraken. Er zitten nog 2 meisjes. Hij zegt tegen een van de 2, tegen Flavie, zegt, apropos, zie je nog vrie? Ja, zegt Flavie, ah, waar zou ik zo wel dansen? Nog een beetje mijn sigaretten vast. Dat is een romantiek hoe dat begonnen is. Maar alleen ze zijn dat toch maar getrouwd geraakt. En als jong koppel hebben ze er goed aan voortgedaan, want al na een paar maanden was er al een eerste kleine. Ja, ja, een eerste kleine. Basiel, dat alle goede huisvaders met de kinderkoets op stap. Komt er voorbij de buurvrouw en de buurvrouw zegt ze, allee, proficiat manneke, wat is dat, een proficiat Basiel, wat is het? Een jongensje of een meisje? Zijn? Nee, het is een jongetje. Zijn. Allee, zegt ze, hoe heet het? Het zijn nog een beetje kleine voor onze namen te kunnen zijn. Hè? Een jaar later, de tweeling. En dat was nog in de tijd... dat de vader zelf naar het gemeentehuis moest, naar de dienst bevolking, om aangifte te doen van de geboorte. Hè. En dus die vertrekt van Veurne, van de kraamkliniek, naar richting Wulveringen. En die heeft zoveel, ongeveer alle cafés onderweg gedaan natuurlijk, voordat hij in Wulveringen aanbelandde in het gemeentehuis. En hij strompelt daar binnen, zo namiddags rond 3 uur, dan ben je die een bediende daar. Nee. Aangifte, gekocht. Allee, proficiat, zegt die man. En wat is het? Een tweeling, zeg. Ah, zegt de man. Wacht, hij pakt zijn formulier, begint.
van alles op te schrijven. En wat is het, meisjes, jongens? Zei, een jongetje en een meisje. En die bediende kijkt zo naar hem. En dan zei, hé, met al dat bier en al die zattigheid, zei jij wel zeker? En we zei, die doen we nu nog twiffelen ook, zei ze. Ze nog kunnen het omgekeerde zien ook. Dan zegt die bediende terwijl hij daar toch bezig is, zegt hij, ja, hier heb ik ook nog een formulier invullen. Ook zegt, uw vrouw, werkt die? Ja, wat zei hij. Maar ja, waar werkt die vrouw? Dat heb mijn zenuwen. Enfin, zit hem daar dan toch weer thuis, al een maand of twee, drie, zonder werk. Niks te doen, te luieriken. En dat begint op Flavia, zenuwen te werken. Op een goede ochtend, zegt ze, luister een keer hier, Basil. Gij vliegt hier buiten, zegt ze, weg dat ik u niet meer zie. Tenzij dat je terugkomt. Je moet werk gaan zoeken. Ik wil dat je nu onmiddellijk werk gaat zoeken. En hij vertrekt. En een uur later is hij terug. En zegt Flavia, nou, als zo is dat, ik heb werk gevonden, zijn. Je mag morgen bij hen zijn. Maar natuurlijk, daar in de Westhoek, dat was nu echt niet de streek waar er echt veel werk te vinden was. En vandaar dat hij op dat ogenblik verhuisd is naar de streek van Brugge hier. Is naar Brugge komen wonen, hier in de omgeving. En toevallig, wat het toeval doet, Hector was ook... Juist, Hector, die intussen ook een volwassen mens geworden is. Zo'n beetje, ja, even kijken ze, voilà. Ook een atletisch figuur, zoals ik, zo van, bon. We gaan naar dezelfde kapper trouwens. Ja. En dus voilà, dat is onze vriend Hector, die intussen ook een volwassen mens geworden is. En die is ook in diezelfde periode verhuisd naar Brugge. En ze zijn trouwens samen aangeworven door het stadsbestuur van Brugge. Ze mogen bij de Rijn- en Ruimigingsdienst straatvegers. Ze mogen beginnen als straatveger. En ze doen dat. Ze vertrekken, 's morgens in een atelier. Ze komen aan de markt, stappen uit. Ga van achter dat die camionet, Hector doet die camionetten open en zegt, maar fijn Basil, hoe is dat mogelijk? Zit er niet beschaamd? Je bent zelfs onze borstels vergeten. Ja, Basil, zo erg is dat nu ook niet, hè? Maar dan houdt het de camionetten voor heb te leunen. No, oké, ja. Enfin, ze hebben toch werk gevonden. Ze zijn in een zagerij mogen gaan werken. En dat deden we graag. Daar was Basil echt in volle vorm. Want dat was zo'n enorme machine met zo'n enorme cirkelzaag. En hij mocht daar zo al dat hout daardoor. Dat deed hem graag. En hij was zo enthousiast dat hem een keer zo'n boom daardoor joeg. En kwam veel te dicht bij die cirkelzaag. Zoef, zijn oor eraf. Grote paniek in het atelier. Iedereen beginnen zoeken. Achter dat door. Zoeken. Want zegt Hector, hoe eerder dat we het vinden, beter, dan kunnen we hem weer opzetten. En inderdaad, Hector vindt zijn oor. Hij zegt, hier Basil, ik heb je oor, kom naar de kliniek. En hij zegt, dat is mijn oor niet. Ah, fijn, zei Hector, je oor niet. Zeg je zot, waarom zou dat je oor niet zijn? Bij mij zat er een potloodje achter. En hij deed dat wel graag. Hij deed dat wel graag, maar vreemd genoeg, ik kwam dus altijd te laat. Alle dagen was hij te laat. En zo na een dag of tien roept hij een baas hem en zegt, hé, we zijn wel content van uw werk, zegt hij, maar besefte jij dat? Weet jij dat jij hier alle dagen te laat bent? Weet jij niet hoe laat dat jij moet beginnen? En dan denk ik, dat is het probleem, zeg. Ook toekomst is in altijd allemaal al bezig, zeg. Enfin, dat blijft nog een week duren en die baas roept hem en zegt, Basil, mijn geduld is op, zegt hem, het is gedaan. Je moet maandag niet meer komen. Ah, wel, merci, boss, hè. Merci, zeg. Allee, tot is een dag, hé, Tom. Dat is een voorbeeld, trouwens. Dat is een voorbeeld van de Basiliaanse logica. Ja, dat is de Basiliaanse logica. Of die keer dat ze samen op reis waren in de bergen in Oostenrijk. En Basil zat daar alweer twee, drie dagen op, niks te doen. En dat werkt op de zenuwen van Hector. En Hector gaat er naartoe, zegt Basil, luister nu een keer goed, zeg. Kom nu een keer mee met mij. Ik ga u een keer iets tonen dat mooi is, dat prachtig. Allee, zeg. En wat is er zo schoon? Je moet meekomen, ik ga het u tonen. Kom, zeg. Ja, maar dat is toch niet te ver, hè? Kom, zegt hij, kom maar mee. En ze stappen.
de bergen op. En Basiel tegen zijn goesting achter Hector die de bergen opgaat. En zo na een kwartuur zijn ze. Hé, zijn. Hou je een beetje met mijn voeten spelen? Ah, wat is er daar? Zwijgt, zegt, kom mee, ik ga je iets tonen dat heel mooi is. Je hebt het nog nooit gezien. Prachtig is dat. Schoon is dat. Allee, weer vertrokken. En als ze zo drie kwartier gestapt hebben, zeggen ze, nu is het genoeg. Ik zie weer naar beneden. Hé. Ja, maar wacht, nog 5 minuten, zegt Hector. Nog 5 minuten en je zult zien, het is prachtig. En inderdaad, na 5 minuten komen ze zo in die wandeling op een soort platform in de bergen. En ze staan op dat platform en ze kijken in het dal. En daar ligt het dorpje. En ze zeggen, wat nu? En wel, zegt de Hector, zie je dat er niet? Daar beneden. Zie een keer hoe schoon dat daar is beneden. Zeg, zeg. Als dat beneden zo schoon is, was Tom hier Tom boven te zijn. Toch nog een voorbeeld van Basiliaanse logica. Basiel staat op, komt in de keuken en ziet dat zijn vrouw door het venster staat te kijken. En je zegt, nou, wat is er dan zo interessant? En dan zegt Flavia, kom maar een keer naar hier. Kom maar, kijk. Zie je dat, zegt Flavie? Daar. Onze buurvrouw en onze buurman. En Tom zegt, ah wel, iedere ochtend, zegt Flavie. Als de buurman naar zijn werk gaat, dan kust hij zijn vrouw. Ja, en Tom zegt, ah wel, zegt ze, waarom doe jij dat niet? Nou, ja, rust het, zegt. Zo goed ken ik die vrouwen nu ook niet, hè? Ja. Het toppunt van logica was die keer dat ze op perron komen en Basiel maakt aanstalt. Die is samen met Hector op stap, ze willen de trein nemen. En Basiel maakt aanstalt om in de laatste wagon op te stappen. Waarop Hector zegt, niet doen, nooit doen. Nou, waarom niet? En dan zegt Hector, uit de statistieken is gebleken dat die laatste wagon dat de gevaarlijkste is. Als er accidenten zijn, het zijn altijd het meest dooien in de laatste wagon. Zeg, en waarom hangen ze er hem toen nog altijd aan? Hè? Van stations gesproken, die keer trouwens dat Hector en Basiel de trein willen nemen. En het is uitgerekend op de drukste dag van het jaar, namelijk de 31 juli. Valiezenkoers, de ene vertrekken op reis, de ander komen aan. Uitgerekend 10 dagen willen ze de trein nemen. Ze gaan naar het station van Brugge. En dat staat inderdaad vol. Alle loketten zijn wel open, maar overal rijen van 30, 40 mensen. Daartussen staat Hector en Basiel. En op een goed moment zegt Basiel, zeg, Hector, moet ik nog eens zien naar de grote commissie zijn? En hij zegt, Hector, ga maar, hè. Bedoel, ik sta ik hier toch zeker nog voor een kwartier aan te schuiven, dus ga maar, kon je dan terug naar hier? En zegt, ah, wat ja, zeg, merci, zeg. En hij vertrekt, maar nog geen minuut later is hij daar terug, zeg. Hector, zeg, het probleempje, zeg, er is geen papier in het toilet. Hij zegt, Hector, wat kan ik daaraan doen, zegt hij, daarbij met al dat volk hier. Je gaat daarover toch nu toch de boel niet op. Weet je wat, zegt hij, pak de briefje van 20, hè. Dat was nog Belgische franken, pak de briefje van 20, hè, zegt hij. Allee, ah, maar ja, het is goed. En hij verdwijnt. En inderdaad, zo'n minuut of 10, 15 later is hij daar terug. En Hector is al wat opgeschoven naar voren. En hij komt terug bij Hector. En Hector bekijkt hem en hij... met zijn 4 vingers. Zegt Hector, maar vuilerik, zijn jij nu niet beschaamd? Wat heb jij nu uitgestoken? Ik had u toch gezegd van een briefje van 20 te pakken? Ik weet dat, maar ik had geen briefje, maar ik kan 4 zetten van 5 franken. Guido. We het proper houden? Proper, gaan ja, proper ja, houden. Ja, maar okay. Ja, een proper is het nooit geweest hoor, Basiel. Wel, voor zijn hygiëne. Ik moet zeggen, daar was ze altijd voorzichtig bij. Want ieder jaar ging hem nog op onderzoek bij zijn huisdokter. Bij, juist, zijn huisdokter. Ik heb daar ook nog een afbeelding van, zoals het heet. Dat is onze huisdokter, zijn dokter Meskes. Ja, dat was een huisdokter van Wilveringen. Dat even goed nog een veterinair kunnen zijn eigenlijk ook. Enfin. Dus de huisdokter van Wilveringen, Meskes. En daar ging Basiel nog ieder jaar naartoe voor zijn onderzoek. Ja. En die keer ook. Hij komt dus bij de huisarts. En hij zegt, meneer de dokter, dat is toch iets die me verlost had van mijn reumatiek? Ja, zegt, is dat goed gegaan? Ja, het is formidabel. En dat is toch iets die gezegd heeft dat ik vele jaren ook hier geweest heb, dat ik moest nep laten voor voorzichtig zien en een beetje voorzichtig, maar vochtigheid. Ja, zegt de dokter, dat gedaan. Ja, het zijn. Maar ik zou nu toch eigenlijk een bad pakken, mag dat al?
Het jaar erop is ze meer op bezoek. Dokter Meskes heeft hem helemaal onderzocht. En hij zegt, ja Basiel, kom, zet u maar een keer neer, zegt hij, want dat is hier niet evident, jongen. Ik heb hier al die rapporten gezien. Besefte jij dat goed? Als ik dat zie, je hebt water in je knieën. Je hebt kalk in je aderen. Er zitten stenen in je nieren. Nou, verdomme, had ik al bovenvergunningen moeten aanvragen. Trouwens, hij was ook een keer op weg naar de dokter voor een onderzoek. Maar hij liep dus met een grote ton. In het midden van de weg duwde hij een enorme ton voor zich uit. Grote file, zwaantjes die afkomen. Zeg je dat wel, Basiel? Wat scheelt er? Zijn op weg naar de dokter voor mijn jaarlijks onderzoek. Of hij zegt die flik, wat heeft dat dan te maken met die ton hier? Wat, dat was eigenlijk een verleden jaar ook geweest. En dokter zei, komt nog het jaar een keer weer zijn, en breng je water mee. Ja. En terwijl hij daar zo in de wachtkamer zit bij de dokter, komt uitgerekend op dat moment zijn vriend Hector binnen. Maar Hector, die was intussen aan het golfen geslagen. Die was beginnen golfen. En die kwam van zo'n golfpartijtje met zo'n typische outfit, zeg maar. En nogal eigenlijk een spannende broek zo. En in zijn broek zaten nog twee golfballetjes. Zo, die er zo, en die komt binnen in die wachtkamer en Basiel ziet dat. Zei, wat is dat toch van onder in het midden op je, maar wat is dat? En Hector kijkt, zegt, ah ja, maar dat is niet erg, zegt hem. Dat zijn golfballen. Allee, zeg, en doet dat evenveel zeer of het tennis ellebogen zijn? Wel, ze wonen nu in Brugge. En natuurlijk, als je in Brugge woont, zeker Basiel, voetballiefhebber, is intussen supporter geworden van Club Brugge. En hij is op stap, dat is een grote match, Club Brugge tegen Ajax. En Basiel is op stap, helemaal in het juiste ornament, ga ik maar zeggen. De blauw-zwarte muts, de blauw-zwarte sjaal, de toeters, de bellen, alles erop en eraan, op stap naar het voetbal. Stopt er daar een auto met zo'n gele nummerplaat met Hollandse Ajax-supporters. Die stoppen om, die zijn een beetje de weg kwijt. De chauffeur draait zijn venster open en roept naar Basiel, zegt, hey man, hoe kom ik bij Club Brugge? En Basiel gaat er naartoe en zegt, maar vele te trainen. Komt er wat voetbal? Staat er maar bij de spion komt. Dat was de tijd dat er nog staanplaatsen waren. Maar hij heeft pech. Maar voor zijn neus staat er zo'n reus van een vent. En die staat heel de tijd zo weg en weer te gaan. En Basiel die daarachter staat, probeert heel te maar te kijken. En dat op de duur zegt hij, hey, zeg meneer, kan je niet een beetje stellen, stoom? Nee, zegt die man. Ik denk dat niks aan doen, zeg, ben ik een zeeman. Dus lig ik al 35 jaar op zee, zegt. En ja, blijf ik altijd zo wie. Zeg Basiel, zie ik al 35 jaar getrouwd, dat stok ik ook niet heel te dan. Trouwens. Van zijn seksueel gedrag gesproken. Hij moest zo luid niet roepen hoor. Want er was een keer toen ze nog in Wilveringem woonden. Was er een keer een ploeg neergestreken van de Universiteit van Gent. En dat was een professor in seksuologie. En die wou een enquête doen. En die had dus in alle bussen van Wilveringem een uitnodiging gestuurd. Om op donderdagavond naar het parochiaal centrum te komen. Waar de ploeg van onderzoekers van de universiteit een enquête zouden doen over het seksueel gedrag op het Vlaamse platteland. En dus, de zaal zit natuurlijk proppersvol met al de bewoners van Wilveringem en Wilveringem en omgeving. En natuurlijk ook Basiel, die zit daar ook van achter in die zaal natuurlijk. En die professor begint zijn uitleg om te zeggen, van dames en heren, wij zijn van de universiteit en wij gaan hier een onderzoek organiseren. Dus ik heb hier een paar assistenten mee die gaan nota nemen. Dus wij gaan een aantal vragen stellen en u moet maar uw hand opsteken en dan gaan we even moeten tellen en dan noteren we de resultaten daarvan. Zeg. Het gaat over de frequentie van de beleving van de seks, hoe vaak men het nog doet.
zegt hem, dus we gaan een keer beginnen, zegt hem, wie doet het nog alle dagen? En zo, ja, toch een stuk of 4, 5, en dat wordt opgeschreven. En zegt hem, goed, en wie doet het nog 3 keer per week? En dan zijn ook zo weer 20, 25 anderen die er aan mogen gaan. Dat wordt genoteerd. En wie doet het nog 1 keer in de week? Ja, ook weer genoteerd. En dat blijft zo duren. Wie doet het dan nog 1 keer om de 2 weken? En wie doet het nog 1 keer om de maand? En wie doet het nog 1 keer om de 2 maanden? En dat eindigt met, en wie doet het nog 1 keer per jaar? En Basiel zegt, ekke, ekke daar! Ja, maar dat is goed, zegt de professor. We gaan het noteren, zegt hij. Maar ik begrijp niet goed dat je daar zoveel vreugde rond maakt. Toet, ja. Het is zo vandaag. Ja. Van seks gesproken, doet mij denken aan dat verhaal dat hij op de trein zit. En recht tegenover hem zit er zo'n jong meisje, knap jonge dame. En die zit een boek te lezen. En Basiel krijgt dat in de gaten. De titel van dat boek luidde Seks in cijfers. En Basiel zit daar naar te kijken. Ja, vrouwtje, dat je al zo lelijk moet storen. Maar wat zie je door aan het lezen? Ah, zegt dat meisje, ja, dat is een boek over seks, zegt ze. Dat is Seks in cijfers. En wat is dat? Ja, zegt ze, ben ik studenten in Leuven aan de afdeling psychologie, specialiteit seksologie. Maar dat is eigenlijk de cursus waarin onderzoeken gedaan zijn over de hele wereld over seks eigenlijk. Bijvoorbeeld zegt ze hier op die bladzijde ook, voilà, ik lees het maar even voor. Men heeft dus een onderzoek gedaan naar de grootte van de penis van de man, zegt ze. En uit dat onderzoek blijkt gemiddeld dat de Duitsers de dikste penis hebben en dat de Indianen gemiddeld de langste hebben. Allee, dat is wel interessant, je vrouwtje. Ze denken dat er allemaal in stoot. En ja, zegt dat meisje, maar meneer, ken ik nu, wie zei je eigenlijk? Is dat? Winnetou Goldstein. Is ook een keer iets minder goed afgelopen. Die keer dat hij op de trein zit, hij heeft veel te veel gedronken. Zo zat als 20 Zwitsers zit hem daar in dat coupé, komt er recht tegenover hem een dame zitten. Oh god, dat mens kon er niks aan doen, maar dat was echt wel een lelijke vrouw. Allee, ja, bedoel, het gebeurt al, hè. Bedoel, zo wat fratten en puisten en zo'n snorren en nog 2 tanden en haarstoppels zo hier en daar nog. Allee, echt wel, dat mens kon er niks aan doen, maar dat was echt wel een lelijke vrouw, moet dat toegeven. Bon, Basiel zit met zijn zatte ogen zo, die ontwaart die lelijke vrouw recht over hem en die verschiet even. Die zegt, mama damla, mohie ze de lelijk vrouw. Man. Die vrouw probeert dat te negeren, kijkt door het venster, maar Basiel laat niet los. En na een paar minuten zijn, maar madame, hou zijn onder ons. Hier, moet niet je boren dat je dat niet hoort, nee, zeg. Hier zit een ongelooflijke, lelijke vrouw. Dat is een beetje aan de andere kant. Probeert dat dus weer te negeren. Maar Basiel is daar weer, zeg. Maar zeg, hou madame, zeg, je moet niet je boren dat je het niet hoort, nee, zeg. Hier zit de lelijkste vrouwen van heel West-Europa en omgevingen. Zegt die vrouw, dat zou kunnen, zegt hij. Maar jij zit zat. Ik weet niet, zeg. Maar van mij is dat morgen gedaan. Hè? Enfin, dat is eigenlijk toch nog allemaal goed gekomen, hoor. Want op een goede dag komt Basiel het stamcafé binnen en zegt, tournee generaal, zeg. Allee, zegt dokter, wat is er gebeurd, zeg. Sinds 25 jaar getrouwd zijn, kom en Flavie op reizen. Allee, zegt dokter, proficiat. En waar gaat er naartoe, zeg? Naar Australië, zeg. Wat lief, zegt dokter, 25 jaar getrouwd, naar Australië. Weet jij wel wat dat is? Dat is ongeveer het verste dat je kunt gaan, zegt hij. Dat is helemaal de andere kant van de wereld, zegt hij. Wat ga jij dan doen als je 50 jaar getrouwd bent? Ja, construeren van ons. En hij had een keer, hij was boer. Hij boerde dus, hij had zijn eigen boer opsteken.
Want hij komt uit een boerenfamilie en een van zijn broers, George. Zijn broer George. Voilà, dat is George. George was uitgeweken naar Canada en was daar gaan boeren. En dat was zeker al 30, 35, 40 jaar geleden dat hij nog op vaderlands grondgebied was. Maar hij was op bezoek bij zijn broer, bij Basile. Basile die intussen ook boer geworden was, die zijn eigen hofstee had. En ze komen op het erf van Basile. En zegt George, wel, wel, Basile, uw land, hoe groot is uw land? Oh, zijn Basile, mijn land, zijn, dat is het volgende, zeg ik. Oh, hier de wiegel, de bonenvogel, die zijn hunter, zijn, zie je dat die drie populieren zijn, en wij hunter uit een afdrooit langs die stertrood, zeg ik. Tot hunter door aan die dingen, die elektrikpollen zijn. En aan die elektrikpollen, hij dat toen die gracht, zeg, met die struppen, zeg. En dat gaat toen toch wel een heel ander, wij zeggen, kijk, like, tot hunter door, zeg, aan die wilgen, door aan die dreven, zeg. En dat toen, als je langs hier weer komt, je had al die telefoonpong, je zeg, nou, als die telefoonpong volgt, zeg, hunter weer, tot aan de bonen, zeg. En toen van aan de bonen tot hier, je zeg. Oh, zegt George. Maar Silto, is dat alles, your land? My land, zeggen in Canada, dat is zo groot, zeg. Als ik 's morgens in mijn automobiel stap en ik vertrek heel vroeg en ik moet dan al heel rap rijden, zeggen, om rond mijn land te kunnen rijden, om 's avonds voor de donkeren weer thuis te gaan. Waarop dat Basile zei, aan mijn zorg toch, zei, kijk ik ook nog zo'n auto had, wij zijn. Zijn land was misschien wel een klein van onze vriend Basile, maar hij kweekte toch wel groenten hoor, lekkere, vele goede groenten. Want daar had Flavie eigenlijk voor gezorgd dat hij sala en tomaten en boontjes en zo, ja, ja, en dat ging goed. En Flavie had hem zelfs zo ver gekregen dat hij zijn eigen kraam op de groentemarkt ging beginnen. Ja, ja. Hij zat hem daar goed op voorbereid, hij had hem ook een rekenmachientje gekocht en uitgelegd hoe dat hem dat moest doen en met de weegschaal. En hij stond op de markt, komt er daar een madammeke bij hem. En hij zei, het is voor 2 kilo tomaten. En Basile heel zorgvuldig doet zo'n aantal tomaten in een zak, zet dat op dat weegschaaltje, pakt zijn rekenmachientje, begint daar zo wat op te timmeren. En dan vraagt hij maar aan zijn, dat had toen 3200 frank. wat blieft, zegt die madame, hoeveel? Ah, wat dat, nou, dat hier, 3200 frank. Wat blieft, zegt die madame, voor 2 kilo tomaten? 3500 frank zeg, en die beschaamd. En die begint zich kwaad te maken. Of dat zei, maar je moet niet tomaten, madame. Dat zit niet, dat. Nee, nou, die heeft dat maar sintjes aan. Ga ik daar ook niet aan doen. En die vrouw maakt zich steeds maar kwader en kwader. En op den duur roept ze, en daarbij weet je wat, uw tomaten, hè. Je kunt ze verdorie in uw gat steken, zeg. Dat is niet alle, madame, zeg. Wat zit al op preien van 7 dus. Guido, het is genoeg geweest. Het is genoeg geweest. Ja, genoeg. Nog eentje, ja. Ja, dus ja. Ik ga toch nog eentje vertellen. Dat is de propere. Hector is lid van het comité van de fanfare. En zoals ieder jaar gaat hij op stap met loten. Zo ook bij Basile, die volop bezig is in het midden van zijn veld. En Hector komt aan het veld daar en roept naar Basile. Zegt hem, Basile, zegt hem, het is voor lotjes. Voor de fanfare. Basile die op zijn veld staat, ja. Moen heeft sigaren. Zeg ik dat allemaal sigaren, sigaren? Nee. Lotjes voor de fanfare. Moen heeft sigaren. Lotjes voor de fanfare. Heeft sigaren. Dat begint op Hector zijn sigaren. Weet je wat? Je kunt de pot op met uw sigaren. En hier mij je lotjes van de fanfare. Thank you.
Chris. Gelukkig dat Chris er is. Hè. Ik was het alweer vergeten. Ik moet nog de top 3 van onze verhalen doen. En de top 3 van de enquête van Chris. Wat was de derde, de nummer 3? Het hondje. Het hondje. Ach ja, Pasin staat op zijn stamcafé aan een bar met op zijn armen een hondje. Hector komt binnen, gaat naar zijn vriend. Hector zegt, wat is dat? Dat is een hondje. Ja, ja, zegt Hector, zie dat, maar dat is een beetje een raar hondje. Ah ja, het is een raar hondje, dat geen potjes, hé. Allee, zegt Hector, heeft dat hondje geen pootjes, zegt hem. En hoe heet dat hondje? Dat heeft geen naam. Allee, zegt Hector, waarom geef je dat hondje geen naam? Dat, ook het zo roepen, ze toch niet kunnen komen, hé, ja, ja. De nummer 2. Zwitserland. Ah ja, ja. Ze zijn samen op reis in Zwitserland. Hector zit een ontbijt te nemen. En hij ziet daar op de parking dat Basile bezig aan het manoeuvreren is met zijn auto. En hij gaat er naartoe, zegt hij, maar wel, wat scheelt er, wat gaat hij doen? En wij zeggen, Basile, je ziet dat dat boontje zijn, dat small boontje zijn. Ik zou eigenlijk boven gaan kijken hoe dat er eruit ziet zijn. Maar het is dat dat heel smal is, dat hij dan niet kan troon zijn. En ik ga al gereden achteruit naar boven. Zo gezegd, zo gedaan. Basile vertrekt in achteruit naar boven. Een uur later, zelfde plaats. Hector ziet dat hij aan het terugkeren is met zijn auto. Maar hij rijdt nog altijd achteruit. Hij rijdt weer achteruit naar beneden. En als ze beneden is, zegt Hector, dat wel, wat is het? Waarom rijd je nu nog achteruit? Ja, ze waren mis, we zijn kost hun er toch drogen. De allerlaatste, de ultieme. Ja, yes, ja, ja. Basile is pinten aan het pakken in zijn café, zijn stapcafé. Heeft er al veel te veel op weer. Ziet zo aan het uiteinde van een baard, van een toog, een man staan en hij gaat hem naartoe. En hij zegt, meneer, mag ik je een keer wat vragen? Zie je een Chinees? Nee, zegt die man, ik ben geen Chinees. Ik heb blond haar en blauwe ogen. Ik ben geen Chinees. Ah, maar excuseer, sorry. Nou. Ja. Ik ga nog wat pinten pakken. Een minuut of 5 later is daar terug, zegt hem. Meneer, onder ons. Heel serieus. Zie je soms een Chinees? En je zegt, die man, ik ben geen Chinees, dat is toch mogelijk? Ik woon hier rechtover, ik kom hier al 10 jaar naar die café. Excuseer eens, pak nog 3-4 pinten, gaat er weer naartoe. We zeggen, ho, meneer, kom, onder ons. Gaat niemand door, niemand door. Zie je een Chinees? Maar fijn, zegt die man, maar ben ik geen Chinees, hoe is dat nu toch mogelijk? Enfin, dat blijft zo'n tijdje duren. Als dat al de 7e of de 8e of de 9e keer is dat Basile daar weer is, denkt die man bij zichzelf, als hem dat nu nog eens vraagt, ik zeg van ja, dan ben ik er vanaf. En inderdaad, voor de 10e keer. Nu ik heb niet meer geleverd, ondervinden. Je ziet hier toch een Chinees. En die man zegt, ja, ik ben een Chinees. En wat is dat? Je zult niet zijn.